Goedendag, je kijkt naar de Weersvrachting van Weerplazen.nl van tweede kerstdag. We beginnen vandaag met behoorlijk wisselende omstandigheden, want in het binnenland heeft het vannacht behoorlijk gevroren tot min 5 graden. Daardoor is het plaatselijk glad en komen er ook mistbanken voor. Maar de mist en gladheid lossen in de loop van de ochtend op en daarna hebben we in het noorden, midden en oosten flinke zonnige perioden. Uiteindelijk wordt het zo'n 4 tot 6 graden met de meeste bewolking steeds in het zuidwesten. Het is vanmiddag ook overal droog. Vanavond komt er vanuit het Engeland een lage drukgebied dichterbij. En die laat het later vanavond en vannacht regenen en die regen gaat over in natte sneeuw. Temperaturen dalen dan tot dicht bij het vriespunt, waardoor het morgenochtend vroeg al plaatselijk glad kan zijn. Morgen overdag breidt het neerslaggebied zich verder over het land uit. Waarschijnlijk blijft het in het noorden grotendeels droog, valt de meeste neerslag in het midden en het zuiden. In het zuidoosten verwachten we uiteindelijk een centimeter of tien. Dat geldt dan voor de Limburgse heuvels. Die sneeuw houdt in Limburg tot in de avond aan. Zondag trekt de sneeuw dan weg, valt hooguit nog een winters buitje, en is het een echte winterdag met temperaturen dicht bij het vriespunt. En na een zeer koude nacht na maandag met in Limburg min 10 graden wordt het daarna weer wisselvalliger. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.